Moet je eerst naar zijn wijntje. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Jongens, ik stel er vlak voor. Wat is dat? Oh jongens, ik ben echt bang. Ik weet niet wat erachter zit. Wat is dat, jongens? Wat is dat? Het is opgehouden. Het is stil. Het zit er nog steeds. Het heeft mijn verschijning nu in de gaten. Jongens, wat is het? Jongens, ik durf eigenlijk niet te kijken. Ik weet niet wat het is. Hier kunnen zwijnen tussen zitten. Ja, het beweegt. Jongens, het beweegt. Het is iets heel groots wat daar zit. Ik zag wat wegschieten, maar... Huh? Het bewoog het. Jongens, het is stil. Wat is het? Het moet er nog steeds zitten. Het is niet weggegaan. Jongens, het verschuilt zich letterlijk hierin. Het houdt zich stil. Het moet hier tussen zitten. Jongens, ik vertrouw het niet. Waarom is het opeens zo stil? Jongens, we gaan hier weg. Ik vertrouw het helemaal niet. Jongens, ik weet dat het daar zit. En het is opeens helemaal stil. Het schiet ook niet weg. Jongens, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Jongens, het is een omgevallen bom. En dat jongens, er zat het gewoon. Oh man. Wow. Als iemand misschien weet wat het geweest zou kunnen zijn, zet het ook eventjes onder de video. We gaan in ieder geval het pad aflopen. We gaan een hele wandeling maken. En ik denk haast toch wel dat het een zwijn geweest is. En door die beschutting dat hij zich daar prettig voelt op de een of andere manier. Want anders waren ze wel weggevlogen. En ik blijk dacht ik ook een heel klein vogeltje gezien te hebben. Maar die kan die grote beweging niet hebben gemaakt. Dus wat zou er gezeten hebben?